Het is nog 31 januari vandaag, dus op de valreep wil ik jullie toch vanuit DCB onze beste nieuwjaarswensen overbrengen. We wensen u van harte een goede gezondheid en vooral een zorgeloos 2017. Ik wil nog iets zeggen over december 2016. Misschien hebben jullie dat meegekregen, maar in december van 2016 hebben wij een actie gedaan, zowel in Nederland als in België. En wij hebben het goede doel gesteund. En we hebben daarvoor in Nederland hebben we de ALS-liga gesteund. En in België hebben we daarvoor de organisatie Malagasy gesteund. In Nederland hebben we ongeveer 1.000 euro bijeengesprokkeld voor de ALS-liga. En in België hebben we bijna 4.000 euro bijeengesprokkeld voor Malagasy. We hebben dat ook gedaan in samenwerking met Trustwave, die daartoe ook zijn bijdrage geleverd heeft. 2016 was voor DCB ook een fantastisch jaar. We zijn in omzet gegroeid met 16%. En dat eigenlijk op basis van onze gekende productportfolio, dus Kaspersky, Trustwave en Watchguard. Dat zijn eigenlijk de drie producten waarin dat we het meeste gegroeid zijn. En ook natuurlijk hebben we een opkomend nieuw product, dat is Centrify, dat toch wel veelbelovend is voor 2017. Het onderwerp van vandaag, GDPR. GDPR staat voor, en dan moet ik er even het boek bij nemen, General Data Protection Regulation. In het Vlaams noemt dat Algemene Verordening van de Gegevensbescherming. Het zijn allemaal moeilijke woorden, maar geen zorg. We hebben daarvoor een specialist uitgenodigd, Dirk de Bot, die ons dat in klare talen gaat uitleggen. Dirk, ik geef graag het woord aan jou. Wat wil ik vandaag doen? Gewoon een vijftal puntjes, een paar dingen gewoon om het in te leiden. Iets over het toepassingsgebied, want dat is toch wel belangrijk dat je weet van wanneer is dat nu eigenlijk van toepassing, die GDPR, die verordening. Iets over hoe moeten we dan nu eigenlijk bekijken naar jullie situatie toe, de DCB-partners. Wat betekent dat die verordening? Waar situeren jullie je eigenlijk in die verordening? Focus op beveiliging, dat kan moeilijk anders. Dus ik ga echt proberen te kijken wat zit er in die verordening specifiek rond beveiliging. En toch ook iets over jullie situatie als verwerker. Dat gaat straks duidelijk worden. Op het einde wil ik daar gewoon iets meer over zeggen. Ter inleiding, dat zijn al die benamingen. GDPR, als je dat hoort, AVG, dat gaat eigenlijk allemaal over hetzelfde. Dat gaat over die verordening. Dat is een verordening van 27 april 2016... Die is in werking getreden op 24 mei 2016, maar wordt pas van toepassing vanaf 25 mei 2018. Er is dus met andere woorden nog wat tijd om daar naartoe te werken, om dat te gaan implementeren. Dat is vrij uitzonderlijk dat er zo'n lange termijn is als het gaat over een verordening. Normaal is dat binnen de 10 of 20 dagen van toepassing. Hier zit er 2 jaar tussen, dat is de termijn die nodig is voor de wetgever, nationaal, deelstatelijk, om een aantal maatregelen te nemen, zodanig dat dat van kracht kan zijn, kan toegepast worden vanaf mei 2018. Er zijn heel wat dingen die nog moeten verduidelijkt worden. Dat gaat moeten gebeuren door de overheid, ook op Europees niveau. Dat wil zeggen dat wij allemaal pas op het einde van die rit gaan weten, zo moeten we het doen. En dan natuurlijk moeten we allemaal nog beginnen. Dus dat is niet altijd de beste situatie. Ik wil u alleen maar meegeven hier dat er nog een aantal dingen stilletjes aan zullen verduidelijkt worden. Zeker de zaken waar nog verduidelijking absoluut nodig is. Wat is belangrijk? Dat is een Europese verordening. Dat wil zeggen dat die rechtstreeks toepasselijk is in België, dat er geen omzettingen meer moet komen en dat die ook directe werking heeft. Dat betekent heel concreet dat dat eigenlijk voor ons onze wetgeving wordt. Ja? Dus betekent dat wij, als we nadien in België hier nog iets willen uitvaardigen, mogen we niks uitvaardigen dat strenger of soepeler is. Wij moeten ons houden aan die verordening. Dat is voor ons hetzelfde, nog meer zelfs, dan nationale wetgeving. Dat wordt uiteindelijk de norm. En wat is de bedoeling? Gewoon om u dat mee te geven. Men wilde eigenlijk een uniform beschermingsniveau tot stand brengen op
voor zover het gaat over de bescherming van persoonsgegevens, een uniform niveau over het grondgebied van de hele Europese Unie. Een hoog beschermingsniveau, dat is een beetje de insteek die erin zit van de grondrechten. En tegelijkertijd wil men door dat hoog beschermingsniveau ervoor zorgen dat er een volledig vrij verkeer van persoonsgegevens is. Er mag dus nergens nog een hindernis zijn in de nationale wetgevingen die verhindert dat persoonsgegevens tussen lidstaten worden uitgewisseld. Ja, doe jij zaken in België en je hebt klanten, ik weet niet waar, die gegevens die moeten vrij over die lidstaten heen naar u kunnen komen, dus die moeten vrij kunnen uitgewisseld worden. In elk geval mag dat niet omwille van nationale wetgeving worden tegengehouden. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling die erachter zit, de free flow of data, eigenlijk de interne markt. Dat is allemaal goed en wel, maar wat betekent dat nu? Allee, wanneer moeten we nu die GDPR gaan toepassen? Dat is van toepassing, men zegt dat, de begrippen zijn wat dat betreft heel duidelijk, op de verwerking van persoonsgegevens. Maar wat is een verwerking van persoonsgegevens? Is dat beperkt tot privégegevens? Dat wordt heel dikwijls gesteld. Wanneer of wie verwerkt er eigenlijk allemaal die gegevens? Is dat alleen privégegevens? Geldt dat ook in de B2B? Het zijn allemaal dingen waar ik met jullie eigenlijk een keer wil doorfietsen, zal ik maar zeggen. En een gegeven, dat is eigenlijk wat er staat in die verordening, dat is een persoonsgegeven, zodra dat dat eigenlijk betrekking heeft op een natuurlijke persoon die is of kan worden geïdentificeerd. En wanneer iemand worden geïdentificeerd, wel, dat hangt een beetje af van alle middelen waarvan dat redelijkerwijze valt te verwachten, dat ze gebruikt kunnen worden door een verantwoordelijke of door een andere persoon, om een natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren. Dat is zo'n typische omschrijving, zoals alleen juristen die kunnen vinden. Dus je moet dat goed lezen, je moet rekening houden met alle middelen waarvan redelijkerwijze valt te verwachten dat ze kunnen gebruikt worden om iemand te identificeren. Dus als je dan vraagt, wat is dat heel concreet, kun je mij daar nu duidelijk in duidelijke taal zeggen wat dat is? Nee. Waarom? Dat gaat afhangen van de context. Ja. Want dan valt onmiddellijk op, men zegt, je moet rekening houden met alle middelen waarvan dat te verwachten valt dat ze kunnen worden ingezet. Dan is de vraag, wanneer valt dat te verwachten? Wanneer valt er van middelen redelijkerwijs te verwachten dat ze worden gebruikt? Wel, wat zegt men daar? Dan, daarvoor, om dat te weten, moet je rekening houden met de kosten en de tijd van en voor de identificatie. Hoeveel kost dat om iemand te identificeren? Hoeveel tijd heb je eigenlijk nodig om iemand te identificeren? En je moet goed rekening houden, je moet die rekening houden met de stand van de technologie. Dat wil zeggen, wat vandaag toelaat om iemand te, of niet toelaat om iemand te identificeren, kan dat binnen een jaar of binnen 2 jaar wel. Wat vandaag geen persoonsgegeven is, kan dat binnen 2 jaar wel zijn. Dus dat is nooit statisch, dat evolueert. Dus je moet altijd een beetje rekening houden met wat dat ertussen zit, hè, met de mogelijke evolutie. Ik ga dat toch proberen wat te verduidelijken. Een aantal beelden geven. Als je nu ziet kosten en de tijd die nodig is voor identificatie, het voorbeeld dat ik soms geef zit in de sector van de beveiliging, maar dat heeft dan vooral te maken met camera's. Een winkel installeert een camera, daar komt iemand binnen op een bepaalde dag, die gaat buiten, een week of 2 weken later vraagt men, ik zou graag geweten hebben wie dat er dinsdag 31 januari om 5 uur in uw winkel is geweest. Heb jij een analoge camera in die winkel hangen, dan gaat dat toch niet zo evident zijn, je gaat al die moeten bekijken. Je gaat goed moeten zoeken, misschien lang moeten zoeken, om te weten welke persoon dat er binnengekomen is in die winkel. Heb jij een digitale camera, dan is dat direct geregeld. Dan kun je in een zeer korte tijdspanne, met zeer weinig kosten, direct gaan naar dat moment, die een dinsdag om 5 uur, om te weten wie is er binnengekomen in mijn winkel. In tegenval moet je meer kosten, meer tijd besteden om iemand te kunnen identificeren. Is het mogelijk dat men zegt, van kijk, dat is misschien geen persoonsgegeven. In het andere geval is dat heel duidelijk. Je kunt je wel identificeren, direct, zonder kosten, zonder al te veel kosten. Dat is dus met andere woorden een persoonsgegeven. Voorbeelden. Het voorbeeld dat men dikwijls geeft om te zeggen van het beste voorbeeld voor identificerende gegevens, dat is een naam. In een groep als vandaag is een naam als Jan Janssens, dat is vrij evident dat dat identificerend is. Dat gaat ene persoon aanduiden. Maakt u een groep wat groter? Maakt er een groep van bijvoorbeeld de groep mensen die gaan kijken naar een voetbalwedstrijd? Daar zou het kunnen zijn dat Jan Janssens niet genoeg is om iemand te identificeren, want je gaat er meerdere hebben. Of je kunt er meerdere hebben in de groep met dezelfde naam.
Maar meer dat ik wil zeggen, de naam is niet altijd voldoende, maar dan gaat het vrij gemakkelijk zijn om daar een aantal gegevens aan toe te voegen om te weten, Jan Janssens, wel, ik bedoel de Jan Janssens van Westerlo. Dat gaat vrij gemakkelijk zijn. Evident voorbeeld van een persoonsgegeven, van een gegeven dat toelaat een natuurlijke persoon te identificeren, is een identificatienummer. Ons Rijksregisternummer, dat is bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Dat is alleen een persoonsgegeven voor de overheid. Waarom? Omdat wij dat eigenlijk niet mogen hebben. We mogen dat persoonlijk hebben, maar als onderneming mogen we nooit eigenlijk het Rijksregister hebben van een natuurlijke persoon. Dat is het voorrecht van de overheid. Dat is de sleutel waarmee dat eigenlijk alle gegevens opgeslagen worden in overheidsbestanden. Dat is ook de reden waarom dat je in de privé dat nummer eigenlijk niet mocht hebben. Maar een ander voorbeeld kan zijn, als je klantennummers toekent aan je klanten, dan gaat dat klantennummer altijd ene welbepaalde klant uniek identificeren. Dat is een persoonsgegeven. Nummerplaat, dat heb ik er ook bij gezet. Een nummerplaat, dat is eigenlijk een persoonsgegeven. Dat is wel de nummerplaat van je auto. Dat zegt van wie, aan welke auto dat hangt, maar in de meeste gevallen weten ook of kunnen te weten komen wie dan met die een auto rijdt. Althans, waarin dat je toegang hebt tot de directie-inschrijving voertuigen, tot een DIV. Ik heb daar geen toegang toe. Mij mag er hier iemand komen zeggen, die nummerplaat, ik ga absoluut niet weten van wie dat is, want ik kan dat niet verifiëren. Ik kan dat wel als ik een werkgever ben en ik heb een parking die ik ter beschikking stel van mijn werknemers en ik vraag aan iedereen op, je mag hier komen staan, maar ik moet wel een nummerplaat hebben. Als ik dan een bestand aanleg van de nummerplaten van mijn werknemers, dan ga ik weten welke nummerplaat aan welke werknemer toebehoort. In dat geval is dat dan wel weer een persoonsgegeven. Ook al heeft die werkgever geen toegang tot een DIV, hij gaat dat wel weten aan de hand van het bestand dat hem opstelt. Dus je moet altijd een beetje kijken naar de context waarin dat we ons bevinden. En dat moeilijkste, ik heb dat gauw over het laatste, IP-nummers. IP-nummers, IP-nummers, zijn dat nu persoonsgegevens, ja of nee? Daar is een hele discussie al een hele tijd over bezig. Men is het er nu over eens, statische IP-nummers, dat zijn persoonsgegevens. Dynamische IP-nummers, dat zijn niet altijd persoonsgegevens. Daar is een zaak op een bepaald moment gekomen voor het Hof van Justitie. Het ging over een overheidsdienst die bepaalde diensten aanbood via zijn website. En de vraag was, degene die op die website surfen met een dynamisch IP-nummer, kan die een overheidsdienst die personen identificeren? Eigenlijk moet het daar heel simpel op antwoorden, nee. Waarom? De enige die kan identificeren, dat is de service provider. Die weet wie er achter dat nummer zit. Degene die de diensten aanbiedt op de website op zich, eigenlijk niet. Maar wat heeft men dan gezegd? Men heeft de redenering, toch van justitie, heeft die eigenlijk verder gevoerd en gezegd, maar wacht eens, als er nu ingebroken wordt, als er een hacking is in of op die een overheidswebsite, dan is er een mogelijkheid dat het gerecht gaat zoeken wie dat er achter dat nummer zit. En als het gerecht dat kan te weten komen, dan weten wie dat achter dat nummer zit. Dus heeft men gezegd, is dat voor iedereen, ook voor die een dienst die die overheid die diensten aanbiedt, is dat voor iedereen een persoonsgegeven. We gaan meer en meer naar een stelsel waarbij dat die burgerlijke identiteit niet van belang is. Waar dat we alleen nog maar de digitale identiteit moeten kennen. Dat wil zeggen dat bedrijven als Google, Facebook en wat dan ook, die moeten niet weten dat ik Dirk de Bot ben. Die moeten alleen weten dat ik Dirk de Bot ben, maar dat ik de titularis ben van dat IP-nummer. Dat is het enige dat die moeten weten. Want die gaan op die manier allerlei advertenties naar mij toesturen, die gaan een profiel kunnen trekken van mijn surfgedrag en dergelijke meer, zonder dat ze moeten weten wie dat ik ben, zonder dat ze moeten weten waar dat ik woon. Dus we gaan meer en meer naar een situatie evolueren waarbij dat niet die burgerlijke identiteit is, maar die digitale identiteit, als je die kunt vaststellen, dat het voldoende gaat zijn om te spreken van een persoonsgegeven. Dat is vandaag nog niet zo. Vandaag focust men op die burgerlijke identiteit. Dus vandaag is de regel, als je iemand zijn burgerlijke identiteit kunt vaststellen aan de hand van die gegevens, dan heb je te maken met persoonsgegevens. Ik wil het niet te ingewikkeld maken, maar gewoon meegeven waar dat we waarschijnlijk naartoe gaan in de toekomst. Eigenlijk, op basis van die zeer ruime interpretatie, is bijna elk gegeven potentiële persoonsgegeven. Ik raad de mensen ook altijd aan, je gaat er maar vanuit dat de gegevens die je hebt, dat dat persoonsgegevens zijn. Dat eerste stukje van dat toepassingsgebied, dat e-criterium, dat eigenlijk al voldaan is. Dan gaat de tweede vraag zijn,
Heb ik te maken met een verwerking? Want dat is het tweede, je hebt een verwerking van persoonsgegevens. Ik ga gewoon even voorlezen, ik ga het er gewoon uithalen wat er staat in de definitie over verwerking. Wat is dat? Dat is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals, en luistert dan goed, het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Op het einde hadden ze geen synoniem meer over. Ze hadden geen term meer dat ze nog konden aan toevoegen. Dus invoer, verwerking, uitvoer van die drie principes, alle termen zitten daar ongeveer in. Met andere woorden, als je kijkt, dat laat mij toe, als je dat bekijkt om te zeggen, ongeveer elke manipulatie van persoonsgegevens is een verwerking. Met als gevolg, je hebt een heel ruim definitie van persoonsgegevens, je hebt een heel ruim definitie van verwerking, bijna alles wat je doet is een verwerking van persoonsgegevens. Die verordening, die GDPR, die is van toepassing op de verwerking. Die verwerking moet nu niet helemaal geautomatiseerd lopen. Het is voldoende dat een stukje van die verwerking geautomatiseerd loopt. Er is maar één ding, dat staat in de definitie, er is maar één geval waarin de verordening niet van toepassing is. Dat is als het gaat om persoonsgegevens die niet in een bestand zijn opgenomen. Ja. En een bestand, wil ik gewoon meenemen, dat is niet wat jullie er allemaal onder verstaan, een file. Ja, voor jullie, maar voor juristen is een bestand geen file. Voor juristen is bestand een gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn. Wat is dat eigenlijk? Dat is in principe het klassieke dossier waarmee dat wij werken. Dat is een bestand. Waarom? Een papieren dossier, dat is toegankelijk volgens bepaalde criteria. Ik ga ervan uit dat als iemand een dossier maakt, dat dat de bedoeling heeft om snel iets terug te vinden. Als dat niet het geval is, dan moet je geen rekening houden met je wetgeving, maar dan wens ik u veel succes, want dan ga je niet kunnen werken, want je gaat niet terugvinden wat je zoekt. Dus ongeordende verzamelingen, daarop is dat niet van toepassing. Van zodra dat er een zekere ordening is, dat er een zekere structuur in zit, is eigenlijk die wetgeving daar helemaal op van toepassing. Dit is een vergissing die dikwijls gemaakt wordt. Men noemt dat bijvoorbeeld, de wetgeving die wij vandaag kennen, noemt men de privacywet. Men heeft het over de privacycommissie. Ik ga dat ook nog gebruiken, omdat dat termen zijn die ingeburgerd zijn. Ik zeg altijd aan de mensen, vergeet dat. Waarom? Dat legt de link met privé. Dan denk je, dat is alleen van toepassing als dat gaat over privégegevens, gegevens die op mij betrekking hebben als privépersoon. Vergeet dat. Zodra dat die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, is die wetgeving potentieel van toepassing. Dat kan een natuurlijke persoon zijn, een eenmanszaak. Dat kan een vennoot zijn of een aandeelhouder zijn van een vennootschap. Dat doet er niet toe. Het is natuurlijke persoon en niet privépersoon. Als ik mijn BVBA dezelfde naam zou geven als mezelf, de BVBA Dirk de Bot, dan gaat zelfs bijna alles wat ik doe met die BVBA een persoonsgegeven zijn, want dat verwijst naar mij als natuurlijke persoon. En er zijn veel BVBA's die de naam overnemen of nemen toch van een van de venoten of van de venoot. Ik wil maar meegeven, dat gaat dus ook weer veel ruimer dan soms wordt gedacht. De context, er wordt al wel eens gezegd, alleen nu gaat het mij toch niet zeggen, beste Dirk, dat ook in een B2B dat we daar rekening moeten mee houden. B2B, ook al doe je zaken met ondernemingen, je doet altijd zaken met personen. Dus je hebt altijd minstens een bestand van de contactpersonen van die onderneming, om te weten met wie dat je te maken hebt. En dan kun je veel of minder mee doen, maar je gaat altijd wel ergens een vorm hebben van persoonsgegevens, zodanig dat je willen of niet toch ergens rekening gaat moeten houden met die wetgeving. Als we dat proberen, of als ik dat probeer te toetsen aan de realiteit, want dat is allemaal gemakkelijk gezegd, kan ik je dat hier allemaal uitleggen. Een verwerking, dat moet je eigenlijk zien, dat is vooral een soort theoretisch concept. Ik kan dat niet plakken op een verwerking, dat is hetzelfde als een programma. Dat is hetzelfde als een toepassing, dat is hetzelfde als een bestand. Dat is eigenlijk het geheel, de verzameling zal ik maar zeggen, van toepassingen, programma's, bestanden, die allemaal hetzelfde generiek doel hebben. Wat kan ik als voorbeeld geven? Iets, alles wat je hebt dat te maken heeft met personeelsbeheer, alle bestanden, alle toepassingen, programma's die je daarvoor gebruikt, dat vormt samen allemaal één verwerking, de verwerking personeelsbeheer. Waarom? Dat gebeurt met één en hetzelfde doeleinde, namelijk het beheren van de gegevens over je personeelsleden.
Ja. Hetzelfde heb je voor klanten. Dat kan zijn dat je gebruik maakt van verschillende toepassingen en programma's. Smet dat allemaal bijeen en dan hou je eigenlijk alles over dat je gebruikt met oog op beheer van je klanten. Dat is één verwerking, namelijk je verwerking klantenbeheer. En ik ben niet helemaal wereldvreemd als ik mijn uitleg doe, want ik besef maar al te goed, een verwerking, dat is altijd accessoire. Ik ga nooit, of de meesten, gaan geen gegevens verwerken omwille van die gegevens op zich. Dat is altijd ter ondersteuning van hun hoofdactiviteit. Ja? Dus personeelsbeheer, klanten, dat doet het ter ondersteuning van de business die je over het algemeen voert. Dus al die verwerkingen, die zijn eigenlijk accessoire gegevens. De enige voor wie dat eigenlijk op zich, een doel op zich is, dat zal waarschijnlijk zijn in de sector van direct marketing. Ja? Dus daar gaan ze de gegevens op zich, omdat dat eigenlijk hun core business is, de gegevens. Oké. Dat wat toepassingsgebied betreft. Nu, als we dat proberen te vertalen naar jullie situatie toe. Wat betekent dat eigenlijk heel concreet, die verordening? Dat begint bij, ik heb het niet beter kunnen noemen, dus je moet mij verontschuldigen soms, fabrikant, producent, ontwikkelaar, software. Hè, dus de, wat was het, Watchguard en al die anderen. Dus dat zijn de mensen die of de firma's die producten maken. DCB, die de producten exclusief gaat verdelen. Jullie, die, ik heb installateur gezet omdat ik niet beter vond, maar dus implementatie, configuratie van de producten en de diensten, bij, en dat is dan eigenlijk de eindklant, dat is jullie klant, maar die een eindklant, die doet dat eigenlijk nog eens allemaal in het kader van de activiteiten die hem aanbiedt aan zijn klanten. Dus je hebt daar een hele ketting van partijen, en dan is de vraag van wie vervult hier nu eigenlijk welke rol als we spreken over die verordening. We moeten vanuit gaan dat elke schakel in die ketting vraagt altijd dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Dat is zowel, iedereen heeft, zowel laat ons zeggen, de producenten van de ontwikkelaars van de software, als DCB, als jullie, als de eindklant, iedereen heeft bijna een verwerking klantenbeheer, heeft bijna een verwerking personeelsbeheer enzovoort. Dus iedereen verwerkt ergens wel gegevens. Maar hoe moeten we die rol nu echt bekijken? Wel, in de verordening zijn er twee begrippen op dat vlak dat van belang zijn. De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker. Als ik kijk naar de rol die jullie vervullen. Hier heb je de definities en dan ga je direct zien dat jullie niet de verwerkingsverantwoordelijke zijn. Want dat is uiteindelijk degene die beslist over het doel en de middelen van de verwerking. Dat is degene die eigenlijk zegt, dat wil ik doen, dat is het doel, die activiteit wil ik doen en daarvoor heb ik die en die middelen nodig, die en die toepassingen, programma's, die ga ik kopen. Dat is in principe jullie klant. En wat zijn jullie? Jullie zijn de verwerker. Jullie zijn degene die ten behoeve van die verantwoordelijke persoonsgegevens gaat verwerken. En meestal zijn dat inderdaad leveranciers van producten, diensten, die de uitvoering van een deel van die verwerking voor zich nemen. Dus jij gaat eigenlijk een stukje overnemen van wat dat die klant zelf in principe moet doen. En dat is waarom dat jullie geen verantwoordelijke zijn voor die gegevens, maar dat jullie een verwerker zijn. Hier heb ik dan nog eens proberen weer te geven. Dus je vertrekt eigenlijk van de eindklant, de klant aan wie uiteindelijk de natuurlijke persoon, aan wie bepaalde producten door die eindklant worden aangeboden. Als die kijkt, die ziet alleen degene die hem die diensten aanbiedt, die je ziet daar niet jullie achter, die je ziet daar niet achter DCB, die je ziet daar eigenlijk niet achter Watchguard, die ziet eigenlijk, zal ik maar zeggen, alleen degene die hem die diensten levert. En dat is dus de persoon bij wie jij te maken heeft. Dat is degene die eigenlijk naar hem toe ook verantwoordelijk is voor de toepassing van die verordening. Eigenlijk, die ketting die ik daarnet geschetst heb, als je dat bekijkt vanuit het standpunt van de betrokkenen, moet je die eigenlijk gewoon helemaal omdraaien. Dan vertrekt je vanuit die natuurlijke persoon, ga je naar die eindklant, naar DCB-partner DCB en dan naar ontwikkelaar van software. Waar moet je daarvan uitgaan? Het is dus die, wat ik hier noem, eindklant, die als hem die producten of diensten aanbiedt, die je moet die verordening naleven. En een van de dingen die je moet doen, is hij moet ervoor zorgen dat als hem de gegevens van die persoon verwerkt, dat die voldoende beveiligd zijn. Hij kan dat zelf doen, maar hij kan daarvoor een beroep doen op specialisten. En dat zijn jullie. Dan komt hij bij jullie terecht en dan gaat hij zeggen, wilde jij alsjeblieft dat overnemen, want ik ken daar eigenlijk gewoon geen verstand van. Wilde jij ervoor zorgen dat de toepassingen en dergelijke die ik gebruik, dat die voldoende beveiligd zijn. En dan gaan jullie verder die producten halen bij DCB en bij de ontwikkelaars uiteindelijk van de software. Zo is dat eigenlijk het verhaal als het gaat over beveiliging, dat je het moet bekijken. Neemt niet weg dat jullie eigenlijk een dubbele rol hebben.
Ja. Je gaat, dat heb ik daar straks proberen aan te geven, maar ik probeer hier nog eens even samen te vatten. Je hebt aan de ene kant je eigen verwerkingen, dus je eigen klantenbeheer, je eigen leveranciersbeheer. Je hebt je boekhouding, je hebt je personeelsbeheer als je werkt met mensen. Dat is iets wat jullie allemaal zelf moeten doen. En dan zijn er de diensten en de producten die jullie aanbieden aan jullie klanten, waarvoor dat jullie eigenlijk de verwerker zijn, want jullie gaan eigenlijk iets doen voor die klant. Jullie gaan een stukje van zijn verplichting proberen te vervullen in opdracht van die klant. Ja? Dus dat is belang. Vandaar dat ik helemaal op het einde toch nog iets wil zeggen over wat staat er in die verordening over verwerkers. Want dat is specifiek de rol die jullie hebben als het gaat over beveiliging. En dat is hetzelfde, want dat is eigenlijk hetzelfde verhaal dat voor jullie geldt, geldt eigenlijk ook voor DCB en geldt eigenlijk ook voor de ontwikkelaars van software. Die hebben ook hun personeelsbeheer, die hebben ook hun klantenbeheer en dergelijke. Dus die moeten ook rekening houden met die wetgeving. Wat staat er nu uiteindelijk in die verordening over beveiliging? In die verordening staat er eigenlijk van alles in. Dat zal u niet verbazen, daar worden heel wat dingen opgelegd, heel wat verplichtingen worden daarin opgelegd. En men gaat er eigenlijk vanuit van, kijk, we vertrekken hiervan de verantwoordingsplicht. Een heel slechte Nederlandse vertaling van het Engelse accountability. Iedereen kent accountability, dat is gevraagd, wat moeten we daaronder verstaan? Dat is moeilijk te vertalen. Ik vertaal dat in twee termen. Accountability is aan de ene kant verantwoordelijkheid. Dus een verantwoordelijke moet zijn verantwoordelijkheid nemen. En wat moet hij in tweede instantie doen? Die moet verantwoording kunnen geven. Die moet kunnen aantonen, kunnen bewijzen, dat en dat heb ik gedaan om in orde te zijn met die verordening. Dat is dus het tweede aspect, de verantwoording die hij moet afleggen. En dat wordt allemaal, en dat is het stuk dat het eigenlijk heel moeilijk maakt in de praktijk, dat wordt allemaal gedaan aan de hand van de risicogebaseerde aanpak. Risk-based approach. Dat is nog zo'n fantastisch begrip. Dat komt uit de Anglo-Saxische landen, maar je moet dan een keer proberen toe te passen. Dat is dus niet evident. Hè? Tot voor kort of tot op vandaag bestaat dat niet, risk-based approach. Dat wil zeggen, vandaag moet iedereen aan bepaalde dingen, verplichtingen, aan bepaalde verplichtingen voldoen, maar je weet dat je in orde zit. In de toekomst ga je eigenlijk dat moeten doen in functie van de risico's die je zelf als verantwoordelijke loopt als je gegevens verwerkt. De risico's, sorry, die gebied of die opgeleverd worden door het verwerken van die gegevens. Maar dat wil zeggen dat iedereen die gegevens verwerkt in de toekomst elke keer gaan moeten nadenken. Potverdekke, zijn hier nu risico's voor de natuurlijke personen over wie dat gaat? Ja, zijn dat hoge risico's of minder hoge risico's? Als dat hoge risico's zijn, dan moet ik dat en dat doen. Zijn dat minder hoge risico's, moet ik dat en dat doen. Dat is niet evident. Dat is een oefening die zeker niet gemakkelijk te maken is. Men heeft dat ingevoerd als principe, want als we geen richtlijnen krijgen om dat te doen, dan kunnen we 27.000 beginnen toepassen en wat dan ook, maar dan hebben we nog altijd geen concrete resultaten. Hè. Dus dat is geen evidente. Dat zijn de belangrijkste verplichtingen die in die verordening instaan voor verantwoordelijken voor de verwerking. Daar staat van alles in. Daar staat in data protection by design en by default. Daar staat ook in dat je een intern register moet bijhouden van verwerkingen. Je moet uiteraard zorgen voor beveiliging. Je moet bepaalde inbreuken op de beveiliging, gaan moeten gemeld worden. Soms moet er een effectbeoordeling gemaakt worden. En de laatste, je moet een functionaris voor gegevensbescherming aanstellen, de zogenaamde DPO, Data Protection Officer. Dat is in eerste instantie alle verplichtingen die gelden voor een verantwoordelijke. Ik wil er daar een uithalen om te zeggen, wat betekent dat nu heel concreet? Data protection by design, by default, die hangen nogal sterk aan elkaar. Een voorbeeld om dat te illustreren, Telenet en de gepersonaliseerde reclame die ze onlangs hebben gedaan, die actie die ze hebben opgezet. Als je dan gaat kijken zet, en je keek de mogelijkheid van 1 tot 4. 1, dan gaf de bijna geen persoonsgegevens prijs, maar dan zei Telenet ook, je had absoluut geen gepersonaliseerd aanbod van uw tv, geen reclame en dergelijke. 4, dat werd bijna alles gedeeld met een tv, dat werd bijna gedeeld met Telenet en ze wisten op den duur bijna alles van u. Wat had Telenet nu gedaan, als ze dat hebben ingevoerd, ze hadden standaard gezet op 3. Dat is niet juist, hè. Je moet dat standaard zetten, als je de mensen wilt beschermen, moet je dat standaard zetten op 1. Wie zet dat op 3? De mensen zelf. Niet Telenet. Dat is by design, by default, dat is wat je zou moeten doen. Dat zou ook betekenen dat een Google en een Facebook, dat die hun privacy-instellingen ook by default zouden zetten. Maar we weten allemaal dat dat niet gebeurt. En we weten ook allemaal dat hoezeer
bijvoorbeeld ook de Belgische privacycommissie zich nog zal inzetten en processen zal inspannen, dat dat waarschijnlijk ook niet gaat lukken. Dat is veel te groot. Maar ik wil maar zeggen, de grote spelers kunnen ze niet pakken, maar men gaat wel naar de kleinere zeggen, je moet ervoor zorgen dat je hier je data protection by design, by default, dat je dat dus toepast. Ja. Dus dat zijn eigenlijk allemaal verplichtingen die opgelegd worden aan elke persoon, onderneming die gegevens, persoonsgegevens verwerkt. Ik ga er daar twee uithalen, dat zijn er twee in. Ja, Luc. Twee vragen. Is ieder bedrijf verplicht om een DPO aan te stellen? En moet dat iemand van het bedrijf zijn of mag het ook een externe zijn? Goeie vraag. Niet iedereen is verplicht. Daar wordt veel over gezegd. Er wordt gezegd, iedereen moet zo'n DPO hebben. Dat is niet waar. Er zijn maar een beperkt aantal mensen of instellingen, ondernemingen die dat moeten hebben. Eén, de overheid. Ja, alle overheidsdiensten gaan in de toekomst een DPO moeten hebben. Beeld u in. Alle gemeenten moeten dat hebben. Die hebben dat vandaag in de zin van een veiligheidsconsulent. Maar dan ga ik het nog even moeilijker maken. Een veiligheidsconsulent is geen DPO, dat is niet hetzelfde. Dat is geen 100% match. Dus die gaan moeten kijken dat ze dus inderdaad wat dat betreft hieraan voldoen. Voor de rest zijn er twee gevallen waarin dat verplicht is, een DPO. Dat is namelijk als je hoofdzakelijk belast zit met verwerkingen die vanwege hun aard, omvang en doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal vereisen. Dus als je met andere woorden iets doet waarmee dat je op grote schaal mensen, natuurlijke personen volgt, via track and tracing software bijvoorbeeld. Als je dat hebt, en dat is de kern van je business, iemand die op het internet, die als businessmodel heeft, ik ga de mensen proberen te volgen in hun surfgedrag, dat is observatie op grote schaal. Die gaan dus moeten een DPO aanstellen. Ja, als dat de bedoeling is, als dat hun activiteit is. Als dat een bijkomende activiteit is of kan zijn in het kader van beveiliging, kan je daarover discussiëren. Het gaat erom dat dat de kernactiviteit is van een bepaald bedrijf. Het andere voorbeeld is, als je hoofdzakelijk wat ze noemen bijzondere categorieën van gegevens verwerkt. Wat zijn bijzondere categorieën? Gevoelige gegevens of gezondheidsgegevens. Wat betekent dat? Een ziekenhuis, die moeten een DPO hebben. Ja, dat zijn degenen die op grote schaal, en hun kernactiviteit bestaat er juist in, op grote schaal gezondheidsgegevens te verwerken, anders kun je geen ziekenhuis runnen. Ja. Dat betekent niet dat een werkgever die een bepaald, een keer uitzonderlijk een gezondheidsgegeven zou hebben van een van zijn werknemers, moet die een DPO aanstellen. Om die reden, nee, dat is niet op grote schaal en dat is niet zijn kernactiviteit. Dus de kernactiviteit moet betrekking hebben op die gegevens. Of het moet echt, als de kernactiviteit moet erin bestaan, dat je stelselmatig en regelmatig mensen opvolgt. Dat betekent bijvoorbeeld dat bewakingsondernemingen, die hebben dat als activiteit. Dat is de kern van hun activiteit, dat is het volgen, dat is het observeren van mensen. Bewakingsondernemingen, die gaan bijvoorbeeld, moeten ervoor, ook al zijn dat verwerkers, die gaan er moeten voor zorgen dat ze een DPO hebben verplicht. Ja. Maar beval je niet onder een van die categorieën, dan zijn ze niet verplicht om dat te doen. Doe je dat wel, en je zegt, ik ben niet verplicht, maar kijk, ik vind dat wel iets goed en ik ga een data protection officer aanstellen, dan moet je rekening mee houden dat je staat moet volgen. De raad dat ik aan de mensen geef, als je zo iemand, ook al ze dat niet verplicht, wilt aanstellen in je bedrijf, geef die een iets andere naam. Dan valt die onder dit en dan heb je iets meer ruimte. Waarom zeg ik dat? Een DPO, dat gaat waarschijnlijk iemand zijn die minimum 4 uur per week besteedt aan deze dingen, hè, aan deze materie. Minimum. Dat kan dus zijn dat dat veel meer is en dat je dus moet zoveel tijd laten besteden aan alles wat te maken heeft met verwerking en bescherming van gegevens. En als je zo iemand aanstelt, moet dat iemand zijn intern? Nee, dat moet niet intern zijn, dat kan iemand extern zijn. Ik geef ook altijd raad en dan pleit ik tegen mijn eigen winkel. Het is best dat je iemand ook neemt intern die daar iets van kent, die daar voldoende van kent. Anders ga je altijd afhankelijk blijven van derden. En het is een materie waar dat er vrij veel zal in evolueren. Het beste wat je kunt doen is dat er iemand dat toch een beetje meevolgt van op afstand, die je eventueel laat bijstaan door een externe. Dat vind ik nog altijd het beste. Want veel van de zaken die in die wetgeving staan, en er wordt gezegd dat gaat te ver, veel van die dingen, wat is dat? Dat is eigenlijk het toepassen van gezond verstand op wat je in de praktijk doet. Alleen zit het natuurlijk in regelgeving en de naleving ervan wordt afgedwongen met sancties.
Dat is een feit dat juist is. Dat is wat moeilijker, maar voor de rest is dat dikwijls gezond verstand, zijn dat de principes van een goed data management. Extern, ik ga even een rappe rekensom maken. Ik moet niet rekening maken van mijn concurrenten of conculega's, of hoe zeggen ze dat, maar 4 uur per week, een minimum. Dat betekent, als je dat omrekent naar werkdagen, zit al gemakkelijk aan 3 tot 25 werkdagen. En gemiddeld 850 tot 1000 euro per dag. Dus dan zit het tussen de 20 en de 25.000 euro per jaar dat dat kost. Als je een DPO wilt aanstellen zoals dat hem hier eigenlijk in zit. Hè. En die tijds, hoe moet ik dat zeggen, besteding, die een tijd eraan dan eigenlijk moet besteden. En dat is een minimum. Als dat oploopt, als dat een dag is, dan verdubbelt dat direct. Ik zeg alleen maar, daar zit een kost aan vast. Dus daarom moet je goed nadenken, pak ik een DPO of noem ik dat een Data Protection Advisor. Doe dat niet een Data Protection Officer, want je mag wel die een titel niet gebruiken. Er zijn altijd natuurlijk een paar slimmerikken die zeggen, ik ga die een titel gebruiken en ik doe het naar buitenuit voorkomen dat ik iemand heb, zoals in die verordening staat. Maar eigenlijk is dat niet hetzelfde, dat mag niet. Als je zegt dat ze een data protection officer moeten doen wat er in die verordening staat. Hè. Heel dat statuut en al die dingen die eraan vasthangen moeten dan toepassen. Je hebt iets meer ruimte als je dan een data protection advisor, consultant of ik weet niet wat. Van die beveiligingen, van die verplichtingen zijn er 2 die eigenlijk te maken hebben met beveiliging. Algemeen en de tweede is dan specifiek die te maken met inbreuken op de beveiliging. Ik ga over die 2, ik ga alle 2 er iets over zeggen. Dat is wat er staat eigenlijk in de wetgeving. Wat staat erin? En dat zijn van die woorden, ik heb dat vorige keer of vorige week gezegd, ik herhaal dat hier, alleen juristen kunnen dat vinden om dat op die manier te omschrijven. Passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemde waarborgen. Vorige week heeft iemand de vraag gesteld, maar wat is passend? Bijpassend, er zijn een aantal elementen die nog in de wetgeving, in de regelgeving staan, die je op weg moeten helpen, maar je gaat nooit een heel duidelijk antwoord krijgen op de vraag wat passend is. Dan wordt een beetje aan uw lot overgelaten, maar dat is dan weer, denk ik, in grote mate een toepassing van gezond verstand dat u daar zal inleiden. Je moet, om die passende, om te weten wat die passende maatregelen zijn, waar moeten of waar kunnen rekening mee houden, de stand van de techniek, aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking, en dan de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen. Dat is ook iemand die dat er heeft ingezet. Als je spreekt over risico, spreekt altijd over ernst en waarschijnlijkheid. Maar oké, het staat er met zoveel woorden in. Wat is belangrijk? De uitvoeringskosten. Als iemand gegevens wil beveiligen, moet hij niet noodzakelijk het duurste pakken. Stand van de techniek, dat wilde eigenlijk wel zeggen dat een verantwoordelijke die de markt een beetje moet opvolgen. Dat is een rol waar dat jullie, hoe moet ik dat zeggen, een terrein waar dat jullie zeker een rol kunnen inspelen. Jullie klanten op de hoogte houden van wat er evolueert op het vlak van beveiliging. Want wat vandaag misschien top is op het niveau van beveiliging, dat is misschien binnen 2 jaar absoluut geen top niet meer. Wel, dan moet je meegaan en dan moet je zien dat je je inderdaad aanpast. Of iets dat vandaag absoluut niet in aanmerking komt, kan dat binnen 2 jaar wel zijn. Dus dat is een beetje rekening houden ook daar met de evolutie van de markt. Er zijn een aantal voorbeelden die in die verordening zelf worden opgesomd van beveiligingsmaatregelen. Onder andere pseudonymisering en versleuteling, dat zijn de klassiekers. Ik laat mij vertellen, maar ik ben dus absoluut niet technisch aangelegd, je kunt dat doen, maar dan vertraagt ook je snelheid van verwerking. Dus dat is niet voor iedereen de meest aangewezen maatregel. En die andere maatregelen, dat zijn zozeer algemene dingen die omschreven worden. Als er staat het vermogen om bij fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en toegang tot gegevens tijdig te herstellen, ja, dat is een dooddoener. Hè. Dat is dan een specifieke maatregel? Nee, dat is eigenlijk iets dat je wilt proberen te doen. Is dan een beveiligingsmaatregel op zich? Ik denk dat men daar een beetje verkeerd is geweest. Wat wil ik zeggen, of wat moet je hier vooral gaan doen? Dus risico, dat is eigenlijk wat alles gaat, bepalen. En dat wil zeggen dat je eigenlijk altijd moet gaan kijken naar de concrete situatie. Wat er wel staat is in de wetgeving dat het passend karakter van dat beveiligingsniveau dat wordt beoordeeld aan de hand van de verwerkingsrisico's. En wat zijn de verwerkingsrisico's? Dat zijn de risico's als gevolg van, je ziet het, vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang.
tot de gegevens, zowel per ongeluk als onrechtmatig. Dat is eigenlijk de essentie, denk ik, van beveiliging. En als we het hebben over internetbeveiliging, dan is dat ongeveer hier de samenvatting wat je hier kunt vinden. Dus met andere woorden, dit is wel iets dat jullie zeker kunnen gebruiken naar jullie klanten toe, om te zeggen, dat staat er uitdrukkelijk in, dat zijn risico's die wij voor u kunnen afdekken. Dat zijn risico's die je absoluut volgens de regelgeving moet afdekken als verantwoordelijke. Nog een ander stuk dat erbij komt, dat is de vertrouwelijkheid. Dat is ook een maatregel of een onderdeel van de beveiliging. Zegt men eigenlijk, je moet ervoor zorgen dat degenen die toegang hebben tot die gegevens, dat die eigenlijk maar verwerken in opdracht van die verantwoordelijke en dat die er eigenlijk niks anders mogen mee doen. Die mogen maar doen wat ze er mogen mee doen, wat in het contract staat in dit geval. In jullie geval, als het gaat om jullie mensen, mogen die nooit meer doen met de gegevens dan wat er in het contract staat met uw klant. Dat is evident, maar dat staat hier ook nog eens in omschreven. Als ik kijk, dat heb ik er proberen toch in te steken, wat is de impact? Als je kijkt naar die verplichtingen in verband met beveiliging, wat kan de impact zijn op jullie business? Weet dat er een duidelijke verplichting tot beveiliging is voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt. De DCB biedt producten of verdeelt producten en diensten. We hebben nog de andere partijen die die producten en diensten maken. Jullie specifieke rol kan zijn om nee dat passend niveau te gaan inschatten. Om eigenlijk de klant bijstand te gaan verlenen, om te gaan zoeken wat zijn nu de juiste, wat zijn de passende maatregelen in ieder geval. Jij doet dat, wel voor u hebben we dat product. Jij doet dat, voor u kunnen we dat aanraden. Op die manier denk ik dat je eigenlijk een meerwaarde, dat is waarschijnlijk niet meer dan wat je nu al doet. Ik wil alleen maar zeggen, dat is iets dat perfect ondersteund wordt door die verordening. En wat belangrijk is, toch iets dat je zeker kunt meegeven aan klanten, want soms zegt men, maar moet dat allemaal zoveel kosten? Wel, als je voldoende beveiligd zet en je geeft wat meer geld uit, dan heeft de klant wel vermijd hem het risico van administratieve geldboetes en hij vermijdt ook het risico om aangesproken te worden om schadevergoeding te betalen. Daar kom ik straks even op terug. Die geldboetes, daar kan ik u alleen van zeggen, als je geen voldoende beveiliging hebt, als je dan is het risico dat een geldboete, administratieve geldboete, krijgt opgelegd van 10 miljoen of tot 10 miljoen of 2% van zijn wereldwijde jaarlijkse omzet van het voorgaande boekjaar. Dat is zo een om iedereen schrik aan te jagen, want ik denk persoonlijk zelf, die boetes, men gaat die niet direct opleggen. Hè. Sommige mensen zeggen, zet jij nu nog niet klaar met die, nog niet in orde met die verordening, dat is veel te laat, je gaat boetes krijgen, vergeet dat. Als je niet klaar bent op 25 mei 2018 en ze komen bij u langs, dan gaan ze zeggen, ah wel, je bent nog niet in orde, doe een keer het nodige. Dan ga je wat tijd krijgen om je in orde te zetten. Die eerste boetes zie ik waarschijnlijk nooit opgelegd voor 2020. Dat wat die beveiliging algemeen betreft, er is nog een stuk specifiek en dat heeft alles te maken met inbreuken. Datalekken, de data breaches, daar staan nu specifiek in die verordening in, dat de verantwoordelijke die geconfronteerd wordt met zo'n inbreuk, dat die dat eigenlijk gaan moeten melden, mogelijk ook gaan moeten meedelen aan de natuurlijke personen op wie die gegevens betrekking hebben. Twee dingen, een melding, dat is ten aanzien van de toezichthouder, de mededeling is ten aanzien van die betrokkenen. Goed onthouden, inbreuken, dat zijn alleen beveiligingsinbreuken, ja. Dat staat in de wetgeving, staat er inbreuk in verband met persoonsgegevens. Dat wil dus niet zeggen dat als je een andere bepaling iets anders, met iets anders van die verordening niet in orde zet, dat je dat moet melden. Het gaat alleen over inbreuken op de beveiliging. Heel belangrijk, want anders zouden we denk ik veel meer moeten gaan melden dan nu erin staat. Het staat er ook duidelijk in, hè. Inbreuken, wat zijn dat? Inbreuken op beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leiden tot, en dat is dezelfde opsomming van daarnet, vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang. Als dat gevolg is van een inbreuk, dan heb je een inbreuk van beveiliging en dan ga je mogelijk moeten melden. Melding aan een toezichthouder. Eigenlijk moet je dat altijd doen. Want wat staat erin? Je moet dat altijd doen, tenzij het niet waarschijnlijk is dat een inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en de vrijheden van natuurlijke personen. Dus een verantwoordelijke, iemand die geconfronteerd wordt met zo'n lek, met zo'n inbreuk, die moet eigenlijk gaan inschatten, is dat nu een risico, ja of nee? Is dat geen risico, moet hem niet melden. Maar die oefening is zodanig moeilijk te maken dat ik verwacht dat iedereen alle inbreuken gaat melden. Wat gaat het gevolg zijn? Dat al die toezichthouders direct gaan zeggen, nee, je moet dat niet allemaal melden, want dan krijgen er die tientallen, honderden binnen per dag.
Dat is niet de bedoeling, want dat kunnen die niet aan, die zijn er niet voor uitgerust. Dus ik verwacht dat op dat vlak er nog heel wat water naar de zee zal vloeien en dat op het einde van de rit, 24 mei 2018, dat duidelijk gaat zijn dat er maar een beperkt aantal is dat we gaan moeten melden en niet alles. Ja, want anders wordt het wat moeilijk. Dat is wat er eigenlijk in zo'n inbreuk, in zo'n melding moet staan. Dat is ook iets, denk ik, waar klanten specifiek ook bij jullie te raden gaan gaan. Hè. Ze gaan jullie vragen om bijstand te verlenen. Kijk, ik zit met een melding, ik moet dat doen. Hoe moet ik dat doen? Wat moet erin staan? Dat zijn de zaken die er moeten instaan. Jullie zijn waarschijnlijk op dat moment ook best geplaatst om hem te helpen om dat op een of andere manier in die melding te krijgen. Meldingen waarvan dat ik verwacht dat er modelformulieren zullen uitgewerkt worden en zo verder. Dat zal allemaal, denk ik, de komende weken, maanden nog duidelijk worden. Die informatie, moet dat allemaal in één keer meegedeeld worden? Nee, soms is dat niet mogelijk. Als dat niet mogelijk is, dan moet je dat gefaseerd doen, dan moet je dat in stappen doen. Ja. Wanneer moet er gemeld worden? Dat is natuurlijk wel een belangrijke. Wel, en ook dat is iets dat alleen juristen kunnen schrijven. Je moet melden zonder onredelijke vertraging. Wat wil dat zeggen? Men heeft er gelukkig bijgezet, uiterlijk binnen de 72 uur na kennisname. Dus zo snel mogelijk of zonder onredelijke vertraging, dat betekent eigenlijk binnen de 72 uur moeten melden. Die 72 uur voor een verantwoordelijke, die beginnen te lopen vanaf het moment dat hij kennis heeft van genomen van een inbreuk. En daar is de rol van de verwerker van groot belang. En dat gaat in de praktijk wellicht jullie rol zijn. Jullie doen de beveiliging, jullie gaan op een bepaald moment een inbreuk of een lek vaststellen. Dan gaan jullie zonder onredelijke vertraging de klant moeten informeren, hola, we zitten hier met een probleem. We hebben een lek, we hebben een inbreuk. Van het moment dat de klant dat weet, beginnen zijn 72 uur te lopen. Dus er is wat marge, natuurlijk, het is de bedoeling, je moet dat ook zo rap mogelijk doen. Je mocht dat niet te lang rekken, maar laat mij zo zeggen dat als dat uitkomt, dat dat wel eens zou kunnen dat je daar een dag langer over doet dan nodig is. Als dat beter uitkomt voor het geheel, maar je moet dat best zoveel mogelijk proberen te vermijden. Dat is ook iets dat trouwens uitdrukkelijk in de verwerkersovereenkomst zal moeten opgenomen worden, dat dat iets is dat jullie moeten doen. Dus 72 uur na kennisname, een kennisname die mee bepaald gaat worden door uiteindelijk de verwerker, degene die zorgt voor de beveiliging. Wat er ook in die verordening staat, en dat is ook wel een belangrijke, want daar wordt soms over gekeken, dat is dat elke verantwoordelijke de verplichting heeft om alle inbreuken te documenteren. Alle veiligheids- of beveiligingsinbreuken moeten gedocumenteerd worden. Of dat die nu leiden tot een melding naar die een toezichthouder of niet, die moeten allemaal gedocumenteerd worden. Wat is de bedoeling? Als die een toezichthouder bij u ter plekke komt, dan komt hij je kijken. Ah, dat heb je als inbreuk gehad, maar die heb je niet gemeld, waarom niet? Dat was geen risico. Ah, oké, dan is het goed. Die moet kunnen komen kijken dat je die regelgeving goed toepast. Een van de manieren daartoe is een log, zal ik dat maar zeggen, of een logging van alle inbreuken, ook degene die je niet moet melden. Dat is nu eenmaal dingen die men daar heeft voorzien. Kom ik bij het tweede, de mededeling aan de betrokkenen. Betrokkenen zijn de klanten in het voorbeeld dat je geeft, de 5000 klanten. Wanneer moet je dat doen? Algemeen staat er, als die een inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en de vrijheden van natuurlijke personen. We gaan het heel concreet maken, uw voorbeeld. Uw 5000 klanten, wat is er gestolen? Bijvoorbeeld hun betaalgegevens. Daarvan kunnen we zeggen dat dat toch eventueel een hoog risico inhoudt voor die klant. Dan heb je eigenlijk de vraag altijd, is een van de volgende uitzonderingen, een van de volgende gevallen van toepassing, ja of nee? Dat zijn de gevallen waarin dat er geen mededeling moet naar die betrokkenen, naar die klanten toe. Als je passende beschermingsmaatregelen hebt genomen en toegepast, als je dus met andere woorden, je weet dat er een lek is, je weet dat die betaalgegevens zijn gestolen, dat er onrechtmatig toegang toe was, als je dan onmiddellijk het nodige doet om dat lek te dichten, dan heb jij passende maatregelen genomen en toegepast en dan moet jij dus niet melden aan die mensen. Zo eenvoudig is het eigenlijk. De volgende, als jij achteraf maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat dat oogrisico zich in de toekomst niet meer gaat voordoen, dat is eigenlijk hetzelfde als daarnet, dan moet jij die mensen niet informeren. En de laatste is, als dat onevenredige inspanningen vraagt. Als je zegt, van, dat zijn er hier 5000 en van een aantal van die mensen, hoe moet ik die verwittigen? Want ik heb bijvoorbeeld geen contactgegevens. Dat gaat mij zodanig veel inspanningen vragen. Ook dan kun je op basis van de reglementering zeggen, ik moet die niet verwittigen. Wat betekent dat eigenlijk heel concreet, als je die drie gevallen goed leest? Eigenlijk ga je bijna nooit die klanten moeten informeren van het feit dat hun gegevens zijn gelekt. Je gaat wel de toezichthouder moeten informeren en die een toezichthouder zou kunnen zeggen,
oh, ik vind dat er hier toch een hoog risico is, ik vind dat je toch je klanten moet verwittigen. Maar dat gaat niet alleen, bijna in dat geval, gaan die klanten gaan moeten verwittigen. Dus eigenlijk moet je ervan uitgaan, bij lekken, bij beveiligingsinbreuken, wat moet je doen? Je moet uiteindelijk je dingen, je toezichthouder, dat melden. En voor de rest gaat dat niet al te veel moeten doen. Je moet dat loggen en je gaat dat moeten documenteren, maar voor de rest valt dat eigenlijk mee, gaat dat niet te veel moeten doen. Dat wat die melding betreft, dat zijn eigenlijk de twee dingen in verband met beveiliging. Ik ga nog iets zeggen over stelsel voor verwerkers, ik ga dat niet te lang trekken. Waarom wil ik dat doen? Omdat dat jullie specifieke situatie is als het gaat over beveiliging. Ik spreek niet over jullie personeelsbeheer en wat dan ook, daarvoor zijn jullie een verantwoordelijke. Maar als het gaat over beveiliging, wat jullie doen voor die klanten, zijn jullie verwerkers. Wat moet er nu eigenlijk gedaan worden als je verwerker zet onder die verordening? Waarom zeg ik dat? Omdat dat eigenlijk iets nieuw is. Vroeger, of vandaag in de wetgeving, is er niks specifieks voor verwerkers. Jullie hebben vandaag geen specifieke verplichtingen onder die wetgeving, hoe raar dat ook mogen klinken. Men heeft dat uitdrukkelijk voorzien in die verordening. Men heeft daar een heel aantal dingen opgenomen, maatregelen, verplichtingen, die gelden voor verwerkers, dus in de situatie waarin dat jullie zitten als je beveiligingsproducten of diensten gaat implementeren bij klanten. Dat geldt niet voor alle verplichtingen. Ik heb daar straks gesproken van die data protection by design, by default. Dat is niks, dat geldt voor jullie. Dat is evident. Waarom? Omdat dat te maken heeft met de keuze van het doel en de middelen. Dat zijn jullie niet. Jullie geven advies over welke beveiliging dat er kan gebeuren, maar jullie geven misschien maximaal advies over de middelen die iemand kan gebruiken om zijn verwerkingen te doen, maar jullie gaan dat nooit beslissen. Dat is de klant zelf die dat doet. Alles wat daarmee te maken heeft, dat is niet iets dat eigenlijk moet gedaan worden door de verwerker. Dus al die zaken die hier staan, zijn dingen die jullie nooit gaan moeten doen in het kader van de beveiliging. Voor de rest zijn er, of kun je daar een onderscheid maken tussen rechtstreeks en onrechtstreekse verplichtingen. Rechtstreeks zijn degenen die in die verordening zelf staan. Onrechtstreeks zijn degenen die zullen moeten opgenomen worden in het contract dat de klant met jullie moet sluiten. Niet te vergeten in heel die problematiek, als je verwerker bent, dan krijgt degene die beroep doet op een verwerker de verplichting opgelegd om een verwerkersovereenkomst te sluiten. Dus al jullie klanten moeten eigenlijk met jullie zo'n overeenkomst sluiten, dat is hun verantwoordelijkheid om die met jullie te sluiten. Ja. En daar moet een inhoud in staan die opgesomd staat in de verordening. Daar staan een 8 of 9 zaken in. Wat dat je daarmee doet, daar staat bijvoorbeeld in dat als je opdracht gedaan is, dat je de gegevens moet teruggeven en de kopieën die je gemaakt hebt van een backup, dat je die moet vernietigen. Zo'n zaken moeten daarin staan, daar moet ook in staan dat als er een lek is, dat je dat onmiddellijk gaat meedelen aan je klant. Zo van die zaken. Maar eigenlijk de verantwoordelijkheid om zo'n contract te sluiten, die ligt bij de klant. Ja. Wellicht, zo vertaal ik dat dan altijd, als je een professional zet in beveiliging, dan ga je eigenlijk niet wachten tot als een klant u zegt dat je zo'n overeenkomst moet sluiten, dan probeer je er zelf een model te maken en dat uiteindelijk voor te leggen op het moment dat je in zee gaat met zo'n klant. Wat gaat dat zijn? Welke vorm gaat dat aannemen? Ook wat dat betreft zal er waarschijnlijk een modelovereenkomst komen tegen mei 2016, een modelovereenkomst die wordt opgesteld door Europa, waar men input geeft, waar alles zal instaan dat gelden eigenlijk mee gaan moeten opnemen in die overeenkomst. Ja. Wat zijn de rechtstreekse verplichtingen? Wat zijn de zaken waar jullie rekening moeten mee houden als verwerker? Wel, als je eigenlijk werkt met subverwerkers, als gelden voor de beveiliging nog eens beroep doet op iemand anders, een stukje van de beveiliging verder uitsourst, dat is wat ze noemen een subverwerker, dan moet je ervoor zorgen dat je met die subverwerker ook een contract sluit. Je moet dat eerst vragen aan je klant dat hem akkoord is dat je beroep doet op die subverwerker. Ja, dat is de bedoeling, dat die en dat weet. Die kan, maar dat is te veel detail, maar die kan zijn toestemming daarmee algemeen geven, of geval per geval, dan moet je ervoor zorgen dat je in je contract die hebt, dat die er algemeen mee akkoord is, en dat je hem dat gewoon laat weten, dat je voor dat aspect beroep gedaan hebt op een andere specialist. Vertrouwelijkheidsplicht, een intern register, medewerking met een toezichthouder, zelf beveiligen, dat zijn ook allemaal dingen die jullie moeten doen. Eventueel een data protection officer, wat ik daar straks zei, de bewakingsondernemingen. Een bewakingsonderneming is typisch een verwerker, want die gaat iets doen voor iemand die hem dat vraagt, namelijk bewaking. Wel, maar dat is stelselmatige, regelmatige observatie van mensen. Dat wil zeggen dat je op dat moment een DPO moet hebben. Ja, om maar te zeggen dat zo zit het in elkaar. En de doorgifte naar derde landen. Ik ga gewoon er 4 uithalen die volgens mij, dat zijn de belangrijkste in de praktijk.
Die samenwerking met die subverwerkers, daar moet je rekening mee houden in de praktijk. Wat zijn de verwerkingsactiviteiten die jij verricht voor een klant? Dat is beveiliging, dat is dat. Dat zijn de zaken die in het contract staan die je hebt met de klant. Dus, dat is een duur woord, maar eigenlijk kun je dat vrij gemakkelijk uit de dingen halen die je hebt. Dus dat moet je niet afschrikken. Aanwijzen van een data protection officer in de gevallen die ik geschetst heb, dus dan moet je dat doen. En dan zitten we met, en dat is een hele moeilijke, de doorgifte naar derde landen, de cloud. Alles wat dat cloud betreft, dat is automatisch, heeft dat te maken met doorgifte naar derde landen. Dat dat in eerste instantie uw klant is, die uiteindelijk beroep doet op een cloud provider. Wat gebeurt er dan? Die servers die staan, ik weet niet waar, die staan misschien niet noodzakelijk in Europa, staan die buiten Europa, dan is dat een doorgifte naar een derde land. Mag dat? Dat mag op voorwaarde dat dat derde land, wat men noemt, een adequaat beveiligingsniveau heeft. Hoe weten we dat, dat zo'n land dat niveau heeft? Ofwel is er een beslissing van de Europese Commissie, die kunnen dat beslissen, maar dat zijn tot nu toe maar 12 landen waarvoor dat beslist is. Zwitserland, Argentinië, Guernsey, de Jersey-eilanden, allee, er zijn er zo'n paar obscure die erop staan. Is dat niet het geval, dan moet je eigenlijk bijna gaan werken met modelcontractbepalingen. Europa heeft modelcontractbepalingen uitgewerkt. Dan betekent dat als een bedrijf in België bijvoorbeeld gegevens wil doorgeven naar Amerika, dat die dan eigenlijk zo'n contract moeten laten tekenen door degene in Amerika die die gegevens gaat ontvangen. Ik wil maar gewoon zeggen, houd er rekening mee, want het kan zijn dat je ook in het kader van de beveiliging gegevens doorgeeft naar derde landen. En dan gaat er moeten ervoor zorgen dat dat dus inderdaad correct is en dat daar geen probleem is. Ik geef maar mee dat de Vlaamse Toezichtcommissie, dat is een van de commissies die er in Vlaanderen specifiek bestaat, op het vlak van e-government, die moeten gegevensstromen machtigen, die hebben gezegd dat cloud, ja dat kan, maar we moeten zeker zijn dat er geen derden aan die gegevens staan. Dat is heel moeilijk in de praktijk, want met de meeste cloud providers, dat is heel moeilijk om het in de praktijk om te zetten. Ik merk alleen dat de markt daarop reageert. Je hebt meer en meer bedrijven die Europese clouds of hun servers in Europa zetten. Die ook garanderen of die in een contract zeggen, de server staat alleen in Europa. Je hebt er die een joint venture maken met Europese bedrijven. Ik denk dat was nu Microsoft, dacht ik. Die gaan met een Duits bedrijf een joint venture opzetten, waar dat ze servers zetten, zodanig dat als de Amerikaanse overheid die gegevens opvraagt, dat Duits bedrijf zegt, nee, dat mag niet. En in Duitsland hebben ze ongeveer de strengste wetgeving die er op dat vlak is. Amerika staat erop met de privacy shield. Dus ze hebben, vroeger had je de safe harbor principles. Nu heb je het privacy shield. Wat is dat? Dat is eigenlijk om te zeggen, dat is een soort zelfcertificering in Amerika. Alle bedrijven die daarbij aansluiten, daarvan wordt aangenomen dat die een voldoende beschermingsniveau kunnen garanderen en dat je dus de gegevens naar die bedrijven mag doorgeven. Maar dat geldt niet voor alle activiteiten, dat is een hele moeilijke, dat is een puur politieke oplossing. Dat is iets dat juridisch, juristen hebben daar elke keer weer een kluif aan, want juridisch klopt dat niet. Maar politiek kunnen ze niet anders. Wij werken zodanig veel met Amerikaanse bedrijven, zonder Amerikaanse bedrijven denk ik niet dat er nog veel, ik moet opletten natuurlijk, maar dat er niet veel zou draaien. Dus je doet daar zoveel zaken mee. Dus er moet een oplossing gevonden worden dat het kan blijven draaien. Oké, het laatste punt waar ik iets wil over zeggen is aansprakelijkheid. Er is een aansprakelijkheid zowel van de verantwoordelijken als van de verwerker die wat men noemt quasi-objectief. Daarmee als we te maken hebben met een inbreuk in het algemeen, niet alleen beveiliging, maar ook ruimer, op die verordening. En er is schade, dan is er een vermoeden dat die schade veroorzaakt is door die inbreuk. Normaal gezien is dat zo evident niet. Normaal gezien, als je schade hebt, moet je kunnen zeggen, die heeft een fout begaan en die fout is oorzaak van mijn schade. En als je dat niet kunt, dan kan je schade veroorzaken. In deze verordening heeft men ingeschreven, heb je een inbreuk en heb de schade, dan hoort die schade vermoed het gevolg te zijn van die inbreuk. En dan is het aan de verantwoordelijke of de verwerker om het tegenbewijs te leveren om te zeggen, nee, dat kunnen ze hier niet aan mij toerekenen. In de praktijk betekent dat dikwijls dat je alleen nog maar kunt bewijzen dat er overmacht is. Dus je gaat vrij snel, vandaar dat ze dat noemen quasi-objectieve aansprakelijkheid, je gaat vrij snel aansprakelijk kunnen gesteld worden. En wat komt er dan nog bij? Wat is er ook belangrijk, is dat de aansprakelijkheid ook hoofdelijk is.
Dat is een gevaarlijke. Dat wil zeggen dat als je een verantwoordelijke hebt en een verwerker, er is een inbreuk en die leidt tot schade. Ik ga het voorbeeld nemen van de klanten van uw winkel. Die klanten leiden schade en dat is eigenlijk een gedeelde verantwoordelijkheid van de winkel en van degene die de beveiliging doet van de winkel. En die vordert zijn schadevergoeding voor de rechtbank. Vroeger moest hem die gaan halen bij de winkel. Nu kan hem die schadevergoeding ook gaan halen bij de verwerker. En het is aan de verwerker, die moet alles betalen, en die gaat dan moeten zien dat hij zijn deel terugkrijgt van de winkel. Om het heel concreet te stellen. Waarom heeft men dat gedaan? Men heeft dat erin gestoken omdat je van die verwerkers hebt die enorm groot zijn. Laat ons voorbeeld nemen Microsoft. Microsoft is het type voorbeeld van een verwerker. Als ik programma Microsoft gebruik, ik ben verantwoordelijke voor de verwerking. Ik heb gekozen Microsoft programma of toepassing te gebruiken. Microsoft is de verwerker, levert mij dat product, die in dienst. Microsoft staat ook in voor de beveiliging. Heb ik of heeft een klant van mij een probleem, leidt die schade door iets wat er misloopt bij mij, kan die je niet alleen aan mij, en bij mij zal er misschien niet veel komen halen, of kunnen komen halen, maar ik kan wel de schade volledig gaan halen bij Microsoft. Maar dat is de situatie waarin dat je te maken hebt met een hele grote verwerker. Je hebt veel gevallen waarin dat je te maken hebt met een kleine verwerker en misschien een grote verantwoordelijke. En waar men eerst, als men dan eerst die verwerker gaat aanspreken, kan dat goed zijn dat gedaan is met die verwerker. Ik wil maar zeggen, houd daar rekening mee. Bekijk dat eventueel dus ook op het vlak van verzekering. Ik weet niet of dat daar oplossingen voor zijn. Ik kan mij bijna niet indenken dat daar geen oplossingen voor geboden worden. Maar dat is een risico dat je specifiek loopt als verwerker. Als er iets misloopt en je kunt mee aansprakelijk gesteld worden, het is mee een van uw verplichtingen, houd er dan rekening mee dat ze eventueel ook bij u kunnen komen aankloppen, wat vroeger niet kon. Dat is een reden voor jullie, naast een impact, de mogelijkheden die die verordening biedt qua business, is dat ook iets om eens over na te denken en te kijken hoe dat je dat best kunt opvangen. En daar ga ik het bij laten.